Welkom bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. U wordt binnenkort opgenomen omdat bij u een hartkatheterisatie gedaan wordt. In deze film ziet u wat u tijdens de dag van de opname kunt verwachten. 3 uur voor het onderzoek begint mag u niets meer eten. U mag wel drinken of vloeibaar voedsel gebruiken, zoals bouillon, vla of pap. Uw arts overlegt met u welke medicijnen u gewoon kunt blijven gebruiken en met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. Dit kunt u ook teruglezen in de folder die u hierover krijgt. U kunt zich melden op de afdeling dagbehandeling. Dat is afdeling G1 nummer 116, op de eerste verdieping. In de hal van het ziekenhuis ziet u rechts voor u de lift. Op de eerste verdieping gaat u linksaf de gang in. Als u aan het einde van de gang op de knop drukt om de deur te openen, kunt u zich meteen melden bij de balie. Uw gegevens worden gecontroleerd en u krijgt een bed toegewezen. Legt u uw medicijnen en het telefoonnummer van uw contactpersoon alvast apart. Daarna kunt u zich omkleden. U krijgt nu een polsbandje om met daarop uw naam en geboortedatum. Eventueel mag 1 iemand bij u blijven. Als u wat gespannen bent, dan kan de verpleegkundige u een tabletje geven, waardoor u zich wat beter kunt ontspannen. Daarna meet zij uw bloeddruk en brengt een infuusnaaldje in. De cardioloog vertelt u precies wat er allemaal gaat gebeuren. Ook bespreekt hij met u of het onderzoek via uw lies of via uw pols gedaan wordt. Als u nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. Als het tijd is voor het onderzoek, wordt u opgehaald en naar het katlab gebracht. Voordat het onderzoek begint, krijgt u een plaatselijke verdoving. Een hartkatheterisatie is een methode die de cardioloog gebruikt om te bekijken of er afwijkingen zijn in de kransslagaderen rond uw hart. De cardioloog gebruikt hiervoor een röntgenapparaat en een katheter. Dat is een hol slangetje dat via de slagader in uw lies of uw pols in de kransslagaderen rond uw hart terechtkomt. Via de katheter wordt er contrastvloeistof ingespoten. Zo kan de cardioloog op het beeldscherm zien hoe uw kransslagaderen eruit zien. Het röntgenapparaat beweegt tijdens het onderzoek en kan soms dicht bij uw lichaam komen. Van de katheter door uw bloedvaten voelt u niets. Het onderzoek duurt ongeveer 1/2 uur tot 1 uur. Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling. Alleen als u in uw lies bent geprikt, moet u 3 uur plat blijven liggen. Als u in uw pols bent geprikt, hoeft u geen bedrust te houden. U krijgt dan een drukverband om uw pols dat ongeveer 4 uur moet blijven zitten. Op de afdeling dagbehandeling meet de verpleegkundige uw bloeddruk en zij controleert of de slagader in uw pols of enkel nog goed klopt. Daarna kunt u iemand bellen als u dat wilt. Ook krijgt u iets te eten en te drinken. Als alles goed verlopen is, mag u 4 uur na het onderzoek weer naar huis. U mag nog niet zelf auto rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u kan komen ophalen. Uw eigen cardioloog zal de uitslag van het onderzoek op het eerstvolgende ziekenhuisbezoek met u bespreken. Vergeet u op de dag van de opname vooral niet mee te nemen uw medicijnkaart, een geldig legitimatiebewijs, makkelijk zittende kleding, iets te lezen of te puzzelen, het telefoonnummer van uw contactpersoon, een pyjama en toiletspullen en, indien u deze gebruikt, medicijnen voor de komende 24 uur. Hartelijk dank voor uw aandacht en wij wensen u een goed verblijf toe in ons ziekenhuis.